Matsie van Sneakerjagers en welkom bij een nieuwe aflevering van What's in a Box. En hier voor me heb ik een speciale doos liggen. Het is namelijk een samenwerking tussen Nike en Off-White. Ook gelimiteerde sneakers en collaborations komen steeds vaker uit in kindermaten. En hier voor me heb ik ook een kindermaat liggen van de Nike Rubber Dunk in samenwerking met Off-White. Ondanks dat de kindermaten van sneakers net iets anders zijn dan de grote mensenmaten, hebben ze toch erg veel gelijkenissen. En vandaag ga ik alle details van deze Nike Rubber Dunk in samenwerking met Off-White bespreken. De naam Rubber Dunk komt zoals je verwacht van het materiaal dat op deze sneaker zit. Hier bij de toebox zie je bijvoorbeeld rubber. Maar ook op de underlace op het bovenwerk zie je wit en blauwe details in rubber. Ook de swoosh die compleet over het bovenwerk heen is geplakt, is gemaakt van rubber. Zoals je ziet zijn het alleen de lijnen van de swoosh. En de vulling is gewoon doorzichtig gelaten, zodat je weer de underlace van de sneaker ziet. De swoosh is blauw gekleurd, net als een aantal andere details van de sneaker. Zo zie je blauwe veters, blauwe Nike branding en ook de branding op de tong is ook blauw gekleurd. De schoen komt uiteraard met een extra paar veters, witte veters. En kenmerkend aan zowel de witte als blauwe veters zijn natuurlijk de Off-White details. Hier zie je natuurlijk staan shoelaces met de bekende aanhalingstekens die Virgil Abloh vaak op zijn designs gebruikt. Een ander kenmerkend element van een Off-White schoen in samenwerking met Nike is de tekst op de binnenkant van de sneaker. Hier staat bijvoorbeeld Off-White voor Nike, Rubber Dunk in dit geval en ook natuurlijk de locatie van het hoofdkantoor van Nike in Oregon in Amerika. Naast de witte rubberen underlace van de sneaker zie je ook een aantal witte underlace gemaakt van mesh. Kijk bijvoorbeeld hier bij de hak van de sneaker en op het midden van het bovenwerk. Maar ook hier bij de tong is weer het witte mesh terug te vinden. Dit bovenwerk staat op een gum outsole. Bij de grotere maten zie je ook hier nog de Air Unit met daaromheen een blauw vlak. Dat is bij deze maten niet het geval. Maar bij de grotere maten dus wel en daar zou je dus nog meer blauw zien op deze sneaker. Op veel Off-White sneakers zijn ook een aantal oranje details te zien. Zoals hier bij de swoosh, altijd dat kleine labeltje. En nu ook bij de veterogen een aantal oranje details. En tenslotte op de andere schoen is ook de Off-White tag te vinden. Wat kleiner dan normaal, maar dat komt omdat het een kindermaat is. Deze Nike Rubber Dunk in samenwerking met Off-White zal verkrijgbaar zijn vanaf 1 oktober. Natuurlijk komt hij uit in deze kindermaten, maar ook in grotere maten. Check de link in de beschrijving voor alle release informatie. En ik zie jullie graag bij een volgende aflevering van What's in the Box.